Sparta speelt komende zondag in eigen huis tegen FC Dordrecht. Jan Dirk, wordt hier de tweede periode beslist? En dat kan feitelijk ook niet. De druk ligt wel bij Sparta, maar de echte ontknoping gaat denk ik pas volgen op Woudestein. 7 december, Excelsior tegen Sparta. Dit is FC Rijnmond. Goedenavond en welkom bij FC Rijnmond. Als altijd op vrijdag en op zondag op TV Rijnmond. En als altijd naar deze desk op de vrijdag Jan-Dirk Stouten. En naast hem, gebroedelijk naast elkaar, Ilias Bellassani en Bruno Martens Indy. Want ik zeg gebroedelijk, maar jullie zijn ook vrienden, hè, Ilias? Ja, zeker. We kennen elkaar al een tijdje. Ja, hoe is dat ontstaan? Was begonnen eigenlijk bij de KNVB, hè. Was onder 13 speelden we samen. Onder 13 al? Onder 13 al waren we 12 en ja, sinds die dag eigenlijk is het alleen maar beter gegaan tot nu. Ja, en hoe uit die vriendschap zich? Zien jullie elkaar elke dag of een paar keer per week? Of? We zien elkaar heel vaak. We komen bij elkaar thuis, dus... Dat kan ook gewoon, hè? Keurig, spartaan en een Feyenoorder naast elkaar. Zo hoort het ook, hè? Ja, dat kan. Zal ik even de boel op scherp zetten in het begin van deze uitzending? Twee keuzes. Bruno, ik begin bij jou. Na dit seizoen bij Feyenoord moet ik de volgende stap maken in het buitenland. Ja, in de voetballerij weet je het nooit. Maar ik zit nu gewoon bij Feyenoord en we zien het allemaal wel. Een netjes politiek antwoord dit. Even kijken, Ilias, bij jou. Ik wil met Sparta volgend seizoen in de Eredivisie spelen. Ja, dat is waar we voor vechten nou en hopen dat het lukt. Ja, en dan ben je er ook bij in de Eredivisie volgend jaar? Ik kan niet in de toekomst kijken, maar ik wil wel graag in de Eredivisie spelen. Oké, okay. Jan-Dirk, ik moet eventjes naar deze week. Feyenoord Magazine. Wat ga je doen, vriend? Jippie, sta je pagina groot in. Mijn laatste woorden. Ja. Na de goal van Pelle in de Kuip tegen Ajax. Je moet er maar aan herinnerd worden. Hartstikke blij mee. Ja. Vrolijkheid. Ja, het is een dubbel dik nummer. Een beetje een contradictie met jouw negatieve karakter. Ja, ik zou zeggen noppie, maar jij zegt jippie. Fijn om te zien. Hartstikke leuk. Leuk. Dan even naar dit weekend. Lex Immers er weer bij Feyenoord. Dat is belangrijk, hè? Cijfermatig de meest waardevolle. Hij had last van zijn knie. Afgelopen weekend is weer fit met Casper van Dijk, de clubarts, voorop in het herstel geweest de afgelopen dagen. Vandaag de test doorstaan en Immers is van cruciaal belang in dit Feyenoord. Hè. Ik snap, heb ik al een paar keer gezegd, helemaal niets van de kritiek aan het adres van Immers. Hij is een veelscorende middenvelder, heeft er 8 gemaakt. En als je 10, 12 of 15 maakt, speel je in de top van Europa en niet in de Kuip. Goed, we gaan zometeen met deze mannen verder praten in FC Rijnmond. Maar eerst is het tijd voor de week die achter ons ligt. Dit was de week waarin de goden Sonon het in een schitterende voetbaltempel op mocht nemen tegen Borussia Dortmund. Met het oogsttrelende combinatievoetbal dat we zo goed kennen van de hoofdstedelingen, zorgde ons alle Ajax voor een mooie wedstrijd en een fraaie 1-4 uitslag. Oh, wat een prachtige goal zeg. Mocht Ajax nog enige illusies hebben, dan zijn die bij deze verdwenen. Och, daar hebben we best begrip voor. Dortmund thuis is altijd lastig, zo weten we hier uit ervaring. Pierre van Hooijdonkavond. En dan was het deze week tijd voor jaargang 6, seizoen 14, aflevering 1237 van de soap rondom het nieuwe stadion van FC Dordrecht. Want dat zou er komen, toen toch weer niet, toen weer wel, toen niet of wel, of niet, of andersom. Ah, doe ik het uit! Kort geleden leek de gemeente helemaal tegen elke vorm van financiële hulp aan de club. En FC Dordrecht hoopte juist op nieuwbouw. Maar... Ik ben bang dat het niet realistisch is. Maar nu zijn club en gemeente toch weer in gesprek. En lijkt de oude vertrouwde Kromme Dijk de plek waar iets nieuws moet verrijzen of het oude stadion verbouwd zal worden. Nou, op zich is het geen slecht nieuws. Je kan het op allerlei manieren opvatten. Maar er is in ieder geval een doorbraak in de onderhandelingen. Het is tevens de bedoeling dat een 75 meter hoog portret van technisch directeur Marco Bogers de voorkant van het nieuwe stadion gaat sieren. Nou, dat is heel verstandig. Namens de gemeente heet Rinette Rijnvaan, u weet wel... Dat juffrouwtje. ...het project in haar portefeuille gekregen. Wij zien alvast uit naar aflevering 4789 van deze ontroerende soapserie. De aflevering waarin Ad Heijsman en Rinette Rijnvaan samen op de Bahamas een bar dancing openen, waar de liefhebber van dansende dwerg in hoelarokjes geheel aan zijn trekken komt. En dan Excelsior. Zowel de spelers als de supporters zijn het... spuugzat dat het zo slecht gaat. Iedereen tuft maar op het team en het rommelt en rochelt in alle geledingen van de club. In de hoop de supporters weer achter zich te krijgen, betaalt de selectie van Excelsior volgende week de kosten voor 1 supportersbus, inclusief kaartjes voor de uitwedstrijd tegen Almere City FC. Een financieel gezien verstandige keuze van de spelersgroep. Zelfs al krijg je geld toe, dan nog wil je immers niet doodgevonden worden in het ontroerende Mitsubishi Forklift Stadion.
Tot slot is het tijd voor Sparta. Onze eigen oude dame wordt op 1 april 2013 alweer 125 jaar. En dat vervult ook ons van trots. Het jubileumjaar werd vandaag al een beetje begonnen met de helden van toen en de helden van onlangs. Kevin Stroopman was daar dus bij. Jan-Dirk, wel even naar de week toe waar het stadion van Dordrecht ook in zat. De soap, goede tijden, slechte tijden. Zijn er nog ontwikkelingen deze week of vandaag? Ja, belangrijk. Ik heb maar even met Ad Heijsman gebeld. Die heeft twee keer met de verkenner gesproken, die namens de gemeente is aangesteld om te kijken hoe het verder moet met dat stadion. Dat er iets gaat gebeuren is wel duidelijk. Er is een belangrijke ontwikkeling. Als er een nieuw stadion komt, komt het op de plek van het huidige stadion aan de Kromme Dijk. En Heijsman heeft me net gezegd, we gaan voor gefaseerde nieuwbouw. Belangrijke stap naar al het negatieve gedoe rondom dat stadion in de afgelopen maanden. Nu een commissie met drie mensen van de gemeente en Heijsman, een aantal stappen vooruit. En in januari moet er een concreet plan liggen waartegen de gemeente dan nog wel ja moet zeggen. Goed, dus er zijn ontwikkelingen op het stadiongebied. Ook bij Feyenoord zijn er ontwikkelingen niet op het stadiongebied, maar spelers die dan eventueel in de winterstop weg mogen. Ja, we hebben natuurlijk van de week met Martin van Gilder over gesproken. Jongens als Fernandes en Mokotjo, Leerdam natuurlijk, die komen niet meer aan spelen toe. Toekomst ligt niet meer in de Kuip. Ja, eens kijken of er interesse komt. Veel belangrijker is dat Van Gilder me van de week heeft verteld dat hij gezien een aantal marktontwikkelingen echt concrete interesse verwacht in een aantal jonge topspelers bij Feyenoord. Van wie er nu eentje toevallig naast mag ontzit. Ik die inkoppen, zeg maar? Want ik lees vandaag Klaasie Juventus. Maar jouw naam wordt vaak in verband gebracht met diverse topploegen in het buitenland die op de tribune zouden scouten. Ben je daarmee bezig? Nee. Hoor je ook niks van? Ik hoor er wel wat van, maar ik ben er niet mee bezig. Want? Je bent je volledig aan het focussen op Feyenoord? Ja, ik ben aan het focussen op mijn prestaties en Feyenoordje aan mijn team. Maar ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken als je hoort dat AC Milan bijvoorbeeld op de tribune zit om naar je te kijken, dat je dat wel wat doet? Dat je daarmee bezig bent? Of dat je het is wel positief, maar ik doe gewoon mijn best voor Feyenoord en we zien het allemaal wel. Ja, want ook voor jou geldt natuurlijk een beetje, jij wordt ook neergezet als het volgende talent van Sparta dat verkocht misschien wel wordt aan een ploeg uit de Eredivisie of hogerop kan. Hoe zit het voor jou? Nou ja, ik sluit me eigenlijk bij wat Bruno net zei. Dat is makkelijk, hè? Nee, ik mag ook eigen mening hebben. Nee, ik focus me gewoon op Sparta. Dat is nu eigenlijk het belangrijkste. Ilias, ben jij niet een speler die op een hoger niveau makkelijker zou kunnen voetballen en nog beter zou kunnen worden? Is het niet heel belangrijk voor jouw ontwikkeling om wel die stap heel snel te zetten? Ja, ik denk ook dat de Eredivisie, dat ik daarbij hoor. Dat ik me daar thuis voel eigenlijk. Omdat ik weet wat mijn kwaliteiten zijn en die kan ik daar eigenlijk goed benutten. Ja, met betere spelers word je zelf ook beter, denk ik. Ja, daar ben ik ook, daar geef ik u gelijk in. Dus het is eigenlijk zo simpel dat ik zo snel mogelijk in de Eredivisie moet komen. En dan wat hopen dat het met Sparta is. Ja, maar is de winterstop voor jullie überhaupt een optie om te vertrekken of wil je het seizoen uitmaken? Stel dat er interesse komt. Nee, ik het liefst maak ik het af. Je bent ergens aan begonnen? Ja, precies. Maar we moeten ook kijken hoe het met het team gaat. Kijk, als we merken dat we geen kampioen worden, ja, dan heb ik misschien wel een plan B. Ja. Maar wat ik zeg, ik heb er een goed gevoel bij. Dus ik denk wel dat we gewoon die sessie wat we nu hebben neergelegd, dat we die doortrekken. Dus dat is eigenlijk belangrijk voor jullie beiden misschien wel, dat je goed gevoel hebt bij je ploeg. En als je ziet dat er nog genoeg groei in zit, dan maak je in ieder geval het seizoen af en dan zie je daarna wel weer verder. Ja. Want het is voetbal, hè? Zei je net al. Je weet nooit wat er kan gebeuren. Maar nee. Ik denk in eerste instantie dat je altijd moet uitgaan om het seizoen af te maken. Mocht er wat komen. Ja, ik vraag het ook een beetje, omdat we bij Excelsior zaten net in de week ook, heb je Aalberg lopen, een talentvolle middenvelder die misschien wel had gedroomd van de Eredivisie of het buitenland. En die zit nog steeds in de Jupiler League. Snap je wat hij moet voelen of niet? Nou ja, ik begrijp hem wel eerlijk gezegd. Kijk, vorig jaar heeft hij in de Eredivisie heeft hij bewezen wat hij kan. Heeft hij laten zien ook. En dan hoopt hij er natuurlijk dat hij daar blijft. En dan krijg je te maken met degradatie naar de Jupiler League. En dan is het moeilijk om die knop eigenlijk om te draaien. Ja. Maar hij kan heel goed voetballen, dus ik denk wel dat hij uiteindelijk die knop kan omdraaien. Ik bedacht mij, Jan-Dirk, jij zit nu naast de linksback van Feyenoord, maar het kan ook een centrale verdediger zijn. Waar vind jij nou dat hij het beste tot zijn recht komt, Bruno? Ja, laat ik vooropstellen dat hij het op beide posities goed doet, maar ik vind hem wel meer een centrale verdediger dan een linksback. En ik denk dat Feyenoord dan met hem centraal achterin en Nelom als linksback, die het echt bijna altijd goed doet, vind ik, beter functioneert. In mijn ooghoek zie ik iemand knikken. Ik vraag me af, als jij nou bent aanvaller, als je nou rechts buiten staat bij Sparta opgesteld. Sta je dan liever daar tegen hem of zou je liever als spits tegenover hem staan? Nee, ik denk dat Bruno sowieso een lastig voetbal is om tegenover te staan. Maar ik denk dat Bruno, Jan Dirk zegt, dat hij beter links centraal kan staan. Daar vind ik hem de beste. Alleen jammer genoeg zet ze hem linksback. Maar hij moet gewoon doen wat de trainers zeggen. Kan je ook, hè? Debuteerde je volgens mij ook als linksback? Ik kan me nog herinneren het interview dat collega Stouten met jou had na
Was het Gent? Gent uit in de, ja, in de Europa Cup. Koulibaly, wie is Koulibaly? Thuis. Ja, thuis. Ja. Maar wat wil je zelf zeggen, wat je zelf prefereert? Ja, ik heb het al vaak geroepen. En het liefst speel ik in het centrum, maar ik ben een speler die, die gewoon accepteert wat de trainer mij geeft. En ik wil gewoon mijn best doen en wie weet komt het. Ja, dat is wat je ook vanuit huis hebt meegekregen, van doe gewoon wat mensen die boven staan in dit geval aan je vragen. Die bescheiden instelling, die de prijs is trouwens, vind ik. Nee, omdat ik denk, als iets voor je is voorbestemd, dan komt het wel. En vroeg of laat zal het wel komen. En als het zondag gebeurt of over een jaartje, wie weet. Maar onwaarschijnlijk kan je het allemaal aan. Of het nou linksback is, of dat het nou centraal in de verdediging is, maakt je niet heel veel uit. Nee, omdat je in de eerste instantie gewoon je basistaak verdedigen is. En, daarna proberen in balbezit naar de goede kleur te spelen. Dus. Dat is vrij essentieel inderdaad. Nou refereer ik net aan die wedstrijd tegen Gent, hè, je debuut. Ja. Dan begin je, dan speel je weer niet. En dan kom je uiteindelijk weer terug in de ploeg. En dan kan het daarna heel snel gaan. Ja. Hoe blijf je, en dat geldt voor jullie allebei, jullie zijn allebei snel gekomen. Hoe blijf je dan met beide benen op de grond staan? Je speelt nu ineens in Oranje, je mag Van Gaal in de armen vliegen. Ja. Je mag misschien wel Louis een keer tegen hem zeggen. Dat komt een keer dat moment. Ja. Maar hoe doe je dat? Door gewoon rustig te blijven. Na het eerste jaar had ik een beetje moeite om, om te kijken zeg maar, wat profvoetbal inhield. En het tweede seizoen kwam ik van een blessure terug in het elftal. En heb ik gewoon een goede reeks neergezet. Heb jij hem zien veranderen? Nee, eigenlijk niet. Hij is eigenlijk zelf gebleven. Hoe belangrijk is de trainer Ronald Koeman daarin? Dat is belangrijk voor me geweest. Geef me vertrouwen. Ondanks dat ik een tijdje meestal dat ik niet als centraal verdediger werd ingezet, beeldt hij toch wel het vertrouwen om toch goede advies te geven. Ja, ik vraag dat ook omdat we hebben een portret over Ronald Koeman. Want wie is nou Ronald Koeman? Laat hij zichzelf nou wel helemaal zien of niet? Het lijkt altijd alsof hij een soort van afstand creëert naar misschien wel zijn spelers, maar ook naar de media toe. Nou was deze week de presentatie van het magazine Helden. Daarin staat het verhaal van hem en ook over zijn vrouw Bartina. En wij spraken met zijn vrouw over de Ronald Koeman van nu, die toch een andere Ronald Koeman is nadat bij zijn vrouw borstkanker werd geconstateerd. De zorg en vooral het verdriet, dat hij zag hoeveel verdriet ik had, het heeft hem ook wel hele mooie dingen gebracht. En geduldiger geworden en meer gaan relativeren over hoe het leven in elkaar zit. En dat gezondheid het belangrijkste is. Belangrijker als Feyenoord af en toe verloor. Dat gezondheid het belangrijkste is, daar zijn Bartina en Ronald Koeman de afgelopen jaren wel achter gekomen. In oktober 2010 werd bij Bartina borstkanker geconstateerd. In het blad Helden vertelt het echtpaar openhartig over hun strijd tegen de ziekte. Het was een periode die de mens Ronald Koeman veranderd heeft. Hij kon altijd wel best wel tegen bepaalde mensen wat kortaf zijn. En hij is nu veel geduldiger en wat menselijker geworden. Waar voetbal altijd op de eerste plaats kwam in het leven van Ronald Koeman, daar werd de zorg voor zijn vrouw opeens het belangrijkst. Hij ging boodschappen doen, want ik kon af en toe niet. En dat was mij allemaal toch te zwaar, dus hij deed voor mij de boodschappen. En hij ging koken en ja, super. En ook de trainer Koeman veranderde. Het is zeker waar. Ook meer relativeren van doordat je nu dit mee hebt gemaakt, merk ik gewoon van, je hoeft je niet druk te maken, want die uitslag die komt er. En of je daar je nou druk om maakt of niet, dat heeft helemaal geen zin. Ik ben ook niet de makkelijkste geweest. Ik heb af en toe wel gedacht van, schat, als je weg wil, maar heeft hij niet gedaan. Mijn man heeft mij gelukkig heel goed verzorgd. En we zijn ook niet voor niks al 26, 27 jaar bij elkaar. Dus. Ronald bleef. Een geluk bij een ongeluk. Hij had ook de tijd om voor zijn vrouw te zorgen. Dat was allemaal in de periode dat hij geen werk had, dus dat was super. Dat moest ook zo zijn. En toen ik ook klaar was met de chemo's, toen kwam ook Feyenoord. Toen had ik zoiets van, schat, nou is het jouw beurt weer. Je hebt zo voor mij gezorgd, dus ga lekker weer je ding doen. Dat kwam allemaal eigenlijk wel heel mooi uit weer.
heel veel dingen waar wij in geleefd hebben, was één grote luchtbel. En die gaan wij niet meer meemaken, die luchtbel. Martina Koeman, de vrouw van Ronald Koeman. Hoe vind je dat om dat te zien over zijn vrouw, wat er gebeurd is? Ja, als zoiets voorkomt in je gezin, dan moet je als vrouw heel sterk zijn. De man ook en de kinderen ook. Dus. Ik wijs jullie graag op het interview ook vanavond op Radio Rijnmond. Ik denk tussen 7 en 8. Daarin praat Ronald Koeman over het feit dat hij bijvoorbeeld heeft leren koken. Dat kon hij namelijk niet. Dat vertelt hij vanavond allemaal. Dus luister dat ook op Radio Rijnmond tussen 7 en 8. Ilias, dan even naar de wedstrijd van Sparta dit weekend tegen FC Dordrecht. Er is veel gesproken over Sparta. Jullie zijn uitgesproken favoriet in de Jupiler League. Toch is het spel niet goed. Of niet altijd om naar huis over te schrijven. Is dat een discussiepunt bij jullie ook in de groep? Ja, je merkt wel dat we ermee bezig zijn. We spelen niet echt goed. Alleen niet wel. Ja, precies. We pakken onze punten wel. Dus dat is ook iets positiefs wat we meenemen. We staan gewoon sterk als team en dat moeten we gewoon proberen voor te houden. Wat is dat dan? Wat is het dan dat je dus wel je wedstrijden weet te winnen en toch niet goed voetbalt? Ja, ik zou het niet weten. Misschien heeft het wel te maken met druk. Dat durf ik echt niet dat te zeggen mensen, hè? Jan-Dirk heeft het ook wel eens over gehad hier in de uitzending. Het is de druk die aan de voorkant van het seizoen wordt neergelegd bij een spelersgroep. En dan... Ja, maar je hoort op dit niveau ook om met die druk om te kunnen gaan, vind ik. Anders moet je natuurlijk geen betaald voetbal willen gaan spelen. Als je hier zegt... Nou, het is de Jupiler League, zegt, hè? Dat is nee, de Eredivisie. Nee, maar als Ilias hier terecht zegt, ik wil hogerop, dan moet je als jonge jongen... Ik snap ook, althans, we hebben het zelf nooit ervaren, maar dat het ook wel eens moeilijk is voor jullie. Maar je moet wel met die druk kunnen omgaan, toch? Is dat ook een leerproces? Ja, precies. Dat is voetbal is niet alleen tegen baan schieten. Je moet, wat u zegt, tegen druk moet je ook kunnen omgaan. Dat is geen excuus wat ik net zeg. Het is gewoon iets dat ik denk dat ook meespeelt. Worden jullie daarin begeleid allebei trouwens, of niet? Ja, wel, een beetje wel. Ja. Ja. Jij? Wij ook. Ja? Ja. Maar merk je dan dat het beter gaat dan? Merk je dat je beter om kan gaan met de druk? Nee, ik heb daar geen problemen mee, eerlijk gezegd. Ik voetbal en ik sluit me eigenlijk af wat ik allemaal buiten voetbal. Ja, dat geldt voor jou denk ik ook, want anders kan je niet zo debuteren bij Oranje bijvoorbeeld. Nee. Over druk gesproken. Ja, maar ik zie het niet echt als druk. Ik denk dat het meer een beetje spanning is. Ja, een beetje spanning, ja. Zo kan je het ook betitelen. 5 wedstrijden gespeeld, 2e periode, 12 punten. Je speelt tegen de nummer 2, Dordrecht, met 11 punten dit weekend. Is die periode een doel of is het doel echt het kampioenschap? En is het een prettige tussenstop? Nou, het doel is kampioenschap. Wij willen direct kampioen worden. Maar de tweede titel zou wel mooi zijn om in ieder geval bij te hebben... Als we geen kampioen worden direct. Ja, toch is het wel vreemde overeenkomst het vorig seizoen, hè, Jan-Dirk, wat dat betreft. Ja, toen werd er in de derde periode, zeg ik uit mijn hoofd, heel goed gepresteerd tegen topploegen. Nu is de vraag hoe jullie tegen wat mindere tegenstanders gaan doen. Want daar ligt een parallel met deze periode. Aan de andere kant, kijk, het spel is niet goed, maar je kunt ook in een flow komen. Dat is een beetje een toverwoord in het voetbal tegenwoordig. Maar als je wint van Helmond Sport, van de MVV, bij Fortuna vond ik een heel belangrijke vorige weken. Toch de nummer 4, maar ook in andere omstandigheden een keer zo'n wedstrijd winnen. Ja, dan kun je in een bepaalde gemoedstoestand met elkaar geraken en iets moois creëren. Ja, dat hebben ze bij Dordrecht ook. Bij Dordrecht zijn ze zeker voor de duivel niet bang, ook voor Sparta niet. En daar zit een oude bekende van Ilias. Nou ja, ze hebben zelf een boodschap. Moena Amofor, kijk maar. Ik ken Ilias Bellassani ook heel goed. Tony Varela ken ik goed. Mario Bilate, dus het wordt een leuke wedstrijd. Ilias Bellassani is vanavond te gast in onze studio in FC Rijnmond. Wil je nog wat tegen hem zeggen? Ja, ik doe hem toe groeten en hij gaat het lastig krijgen zondag. Dus hij moet scherp zijn. De boodschap. Kan niet wachten. Kan niet wachten? Nee. Hij gaat eraan, hè? Ja, zeker weten. Het opmerkelijke is wel dat Dordrecht een ploegje is wat denk ik niemand had verwacht in de Jupiler League, dat ze zo hoog zouden staan. Of had je het wel verwacht? Nee, eigenlijk helemaal niet. Het zijn allemaal jonge spelers met elkaar die spelen. Maar ik ken wel een paar spelers, bijvoorbeeld Manfuna. En ik weet wel dat ze een paar individuele kwaliteiten hebben. Dus achteraf wist ik het niet. Maar nu dat ik terugdenk, denk ik wel dat ze... Dat is terecht bovenaan staan ook. Ja, we gaan even Jan-Dirk naar Excelsior. We spelen uit bij Veendam. Ik moet de quote erbij halen, want Excelsior heeft vanavond een nieuwe speelstijl. En de trainer Flemmings zei letterlijk dit voor de camera. We hebben in het verleden aandacht besteed aan diepgang zonder bal. Dat is nog steeds zo. Alleen de afwisseling daarin en de hoeveelheid spelers die diepgang kan anders. Nou ben jij bezig met je trainersdiploma. Kan jij mij dit in vredesnaam uitleggen? Wat dit... Ja, volgens mij bedoel ik Flemmings te zeggen. Zo zeiden wij in Rotterdam-Zuid dat vroeger tegen elkaar. Dat je niet zo als een kip zonder kop naar voren moet rennen.
Ja, dit is de aanpak van Flemmings. En we hebben daar een aantal keren over gesproken de afgelopen weken. Nogmaals, hele aardige man. Maar je kunt spelers ook overladen met informatie. En dat lijkt te gebeuren op Woudestein. Snapten jullie wat ik probeerde te zeggen? Of is dat hele normale taal voor jullie? Het is een normale taal. Oh, het is een normale taal. Ze hebben straattaal, hè? Ja, dat is waar. Dat spreken we ook maar. Hoe gaat dat? Ga je dat nu proberen te leren? Ja, dat is leuk. Doe ik maar na Duits. Ja. Ja. Maar is dat moeilijk om te leren voor iemand die in de 40 is? Voor jou is alles te leren. Jippie is al redelijk straattaal, maak je geen zorgen. Maar toch, Simon Kelder moet toch slapeloze nachten hebben, hè, van Excelsior zoals het nu gaat. Nee, maar dat is duidelijk. Hè. Kijk, je kunt wel blijven de boel bagatelliseren en zeggen dat het allemaal goed komt. Maar je staat dadelijk nu al allerlaatste. En je speelt volgende week tegen Almere City. Nee, er moeten een keer punten worden gepakt. Misschien vanavond in Veendam. Maar ja, een ploeg zonder vertrouwen. Ja. Jullie spelen tegen AZ op zondag met Feyenoord. En toen las ik vandaag dat Elmer niet bij was. Dat alle lange mensen ongeveer, als jij een corner krijgt, dan kan je gewoon vrij inkoppen en met pellen. Nou, ik blijf als het goed is achter. Echt waar? Ja. Maar er staan jongens van 1,40 meter in het veld. Ja, maar ik sta als het goed is sta ik gewoon achter. Oké, dat is de rolverdeling nu bij de hoekschoppen geworden. Denk het. Ja. Hoe belangrijk is het trouwens dat Immers terug is bij jullie in de ploeg? Is dat lekker als hij met de blessure de hele week een beetje een vraagtekentje is? Ja, we hebben niet... nog eenzelfde type speler in de team. Het is een lopende speler. Dus hij is wel belangrijk. Hij maakt veel goals voor de middenvelder. Dus ja, hij is gewoon belangrijk voor het team. Het is de fase voor jullie dat je echt punten moet gaan pakken, hè? Met al die thuiswedstrijden en deze uitwedstrijd tegen AZ erbij. Ja, we moeten voor de winst gaan bij AZ. En we zien wel wat die week daarna gebeurt. Ik wil graag nog even de voorspellingen, want dat ging vorige week zo lekker. 2 van de 4 goed. Dus AZ, Feyenoord. Feyenoord gaat die pot makkelijk uithalen. Ja, dus? 1-3. Veendam Excelsior? 4-0. Zo. 4-0 voor Veendam? Ja. Oh, zo. En Sparta Dordrecht? 6-6. Daar sla je echt compleet door. Nee, een 2-2 gelijkspelletje. Maar die wedstrijd is nergens te zien, dat is jammer, hè? Want, nou ja, daar laten de commerciële afdelingen van de eerste divisieclubs uit onze regio een grote kans liggen. Even voor de mensen die het niet weten, op RTL kijken er gemiddeld 100.000 mensen op zaterdagavond naar de samenvattingen. Wij hebben al minimaal in FC Rijnmond het dubbele aantal kijkers. En een topper als Sparta Dordrecht is niet op televisie te zien. Daarmee doe je volgens mij als clubs je sponsoren ernstig tekort. Ja, dat is bij deze ook. Dat statement willen we even maken, Ilias. Ja. Wil je dat ondersteunen? Gaan we ook een petitie beginnen. Ben er mee eens natuurlijk. Jongens, dank dat jullie hier waren. Succes zondag allebei. Jij tegen Dordrecht, jij tegen AZ. Eén keer straten. Hoe neem je afscheid op straat? Ga je misschien positief met Bruno praten? Dat is ook een keer wat voor jou. Even een box. Gewoon eventjes een boxen. Misschien een al een beginnetje. Zo, jongens, gaat dat kijk, zo? Hebben we dat ook wel eens gelijk? En dan zo, hè? Geloof ik. Nou, ik mooi geloof man. Dat er hier een begin is gelegd. Dat Jan Dirks bescheidenheid, dat zou ook wat moois zijn. Wij zijn er zondag weer met een nieuwe FC Rijnmond. Dan zit hier Frank Vijgen. En dan hebben we hier onder andere Peter Houtman zitten. En we hebben Pim Doesburg zitten. En jij zit er ook natuurlijk. Nee, Ruud zit er. Goed, dus dat allemaal komende zondag. Wij zijn er volgende week vrijdag weer. Graag tot dan.